In de Nijmeegse Stadswaard, het natuurgebied langs de Waal tussen de stad en de Vlietberg in Ooi, is het afgelopen jaar een kilometer lange gul gegraven om het water van de Waal de Stadswaard in te laten stromen. Goed voor de natuur en een mooie plek om de drukte van de stad even te ontvluchten. Een klein opleveringsfeestje van de provincie Gelderland om te vieren dat alle werkzaamheden in de Stadswaard nu echt klaar zijn, werd vrijdag gehouden in de Bastij. Met nog 2 dagen te gaan tot de 34e editie van de Zevenheuvelenloop rijst vooral de vraag, hebben we zondag een nieuw wereldrecord? Joshua Cheptegei gaat zijn best doen om het record, dat 7 jaar geleden ook op de Zevenheuvelen gezet werd, te verbreken. Daarvoor moet de Oegandees de 15 kilometer in minder dan 41 minuten en 13 seconden lopen. Zelf heeft hij er wel vertrouwen in. De favoriet om de snelste Nederlander te worden is Khalid Choukout. 3 jaar geleden liep hij nog een sterke tijd op de Zevenheuvelenloop. Ook aanwezig is de 25-jarige Callum Hawkins, een groot hardlooptalent uit Schotland. Op de lijst van beste Europese hardlopers ooit staat hij op nummer 6. De Zevenheuvelenloop gaat voor hem echter niet zomaar een eitje worden. Het Amalia Kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboud UMC. Het ziekenhuis heeft alle soorten kinderspecialismen in huis. Groot voordeel daarvan is dat ernstig gewonde kinderen niet onnodig verplaatst hoeven te worden. Omdat dit bij brandwonden van groot belang is, opent het ziekenhuis nu een speciaal kinderbrandwondencentrum. Tot nu toe bestond dit alleen in Beverwijk, maar kinderen die zich verbrand hebben kunnen tegenwoordig dus ook in Nijmegen terecht.